Goedenavond, welkom bij Kunst is Lang, het interviewprogramma over hedendaagse kunst in samenwerking met Mr. Motley, het online kunsttijdschrift. Je hoort ons op Amsterdam FM of later natuurlijk via podcast. En we zijn nu live te volgen via Facebook, via de pagina van Motley. En dan zie je Inge Meijer hier zitten en Arianna Nina, die is ook te gast. Zij luistert naar wat er hier gezegd wordt en reageert daar visueel op met stiften en pennen en een heel groot leeg vuil papier dat ons verwonderd aanstaart. En wat erop komt, dat is een groot experiment, maar het wordt vast mooi. En aan het eind van de uitzending hoor je over een project dat op voor de kunst staat, de crowdfund website. Een bijzonder fotoboek gaat het worden over de grootste zeesluis ter wereld, die nu bij IJmuiden wordt aangelegd. Fotograaf Natasja Libbert maakt een schitterende verkenning van hoe de huidige scheepvaart eruit ziet en wat het met ons landschap doet. Maar eerst, zoals gezegd, Inge Meijer. Haar werk bevindt zich op de grens van documentaire, beeldende kunst en cinema. Tijdens haar eerste jaar op de Rijksacademie liet ze een installatie zien waarin het exotische verlangen van toerisme onder de loep wordt genomen. In de architectuur van een immens cruiseschip bijvoorbeeld, een nagebouwd Nederlands dorp in Turkije of een indoor regenwoud. Of ze filmt een voormalige gymzaal dat nu dienst doet voor steeds andere wisselende evenementen. En in een andere film zien we een bospad waarop een baasje zijn gepensioneerde circusbeer uitlaat. Een belangrijk thema in het werk van Inge is de drang van de mens om een evenwichtig onderdeel van de omgeving te zijn, dat dan weer in schril contrast staat met de drang om diezelfde omgeving onder controle te krijgen. Conflict en tegenstrijdigheid. Dus Inge, welkom. Hi. Laten we beginnen met die hele mooie cinematografische installatie over een gigantisch cruiseschip, Beautiful Isle of Somewhere. Dus een indoor regenwoud ziet erin en een stukje nagebouwd Nederland. Kun je eens uitleggen wat je erin hebt gedaan? Ja, dat is wel een grote vraag. Omdat ik ben eigenlijk begonnen bij een locatie. En dat was inderdaad locatie waar dus delen van Amsterdam en Volendam en een enorme molen zijn gebouwd in een plaatsje in Turkije. Mm-hmm. En ja, daar ben ik eigenlijk heen gegaan omdat ik er toch een soort aantrekkingskracht naar voelde. Ik zou er niet zo snel op vakantie gaan, maar ja, ik was ook wel toch wel benieuwd hoe dat is. Oké. En eigenlijk is het project, is de ene locatie eigenlijk in de andere locatie overgegaan. En het was best wel een zoektocht, omdat het zijn... Ik bevond me in één keer op hele grote thema's, dus zoals toerisme. Dan link je ook gelijk aan kapitalisme en dan link je ook gelijk aan een soort wereldeconomie. Hmm. Wie kan er wel reizen, wie kan er niet reizen? Maar ja. Dat was misschien niet de eerste reden waarom je daar naartoe wilde. Je dacht gewoon, dit is een heel raar nagebouwd stukje verzameld Nederland of zo in een dorp. Of wat was de reden? Nou ja, inderdaad. Ik vroeg me heel erg af van... Er waren echt bepaalde elementen. Die waren bij elkaar gezet. En ja, ik vroeg me gewoon af hoe die architectuur en die omgeving en hoe dat allemaal samenkwam daar. En wat kwam je tegen? Ja, heel veel. Wat me vooral heel erg opviel was dat toen ik in zeg maar het resort was, hoorde ik eigenlijk niet dat er buiten het resort dus gebeden zijn. Omdat er in het resort gewoon continu geluid is en muziek. En ik vond dat eigenlijk heel kenmerkend. Dus die plek, ook qua geluid, dus helemaal los stond van zijn omgeving. Ja, precies. Dat is wel waanzinnig. En ik zat eigenlijk net te denken op de trein hier naartoe. Zo van, dat is bijna virtueel. Dus dat je, dat misschien sla ik er nu een stap over, maar dat de omgeving zo los staat van zijn ja, culturele omgeving. Soms ook van, ja, ik weet niet of ik het woord goed uit kan spreken, maar zijn klimatonische... Nee, de omgeving. Dus, en dat is eigenlijk de volgende locatie waar ze een tropisch regenwoud hebben nagebouwd. Mm-hmm. En dat is in Krautschnik, net buiten Berlijn. Als je een soort spektakel wil meemaken, dan zou ik er zeker heen gaan. Want het is wel echt een spektakel. Zo'n voormalig Led Zeppelin-dome.
een enorm... Nou, het is niet eens enorm, maar wat er zo enorm aan is, is die doom. En daar is dus een tropisch regenwoud in gebouwd. Wat en... op zich een krankzinnige gedachte is. We hebben een lege hal, laten we er een tropisch regenwoud in nabouwen. Ja. En is dat bedoeld voor toerisme inderdaad? Dat is de... Ja, ik ben niet degene die het gemaakt heeft, dus ik bedoel... Maar wordt het zo gemarket, als het ware? Ja. Dacht ja. je uit? Dacht je uit, inderdaad. Je ja. hoeft niet ver, maar je kan toch in de winter kan je toch... Apen zien. Ja, kan je... Nou ja, dat niet, maar je kan wel... Ja, dat is ook heel interessant hoe mensen zich dan in zo'n omgeving gedragen. Want er is ook een strand en natuurlijk, ik ben veel in Zandvoort geweest. Daar maken we altijd grapjes over de Duitsers die zich ingraven. Ja. En daar deden mensen dat ook. Ja, dus... Maar het is heel gek, want uiteindelijk heb ik het ook als een soort van hoopvol gezien, het hele project. Terwijl ik ook heel kritisch ben. En het is dus een gekke dynamiek geworden tussen twee tegenstrijdige gevoelens. Laten we eerst even uitleggen wat ermee gebeurd is. Want een cruise ship ja. is er ook nog. Hè? Dat, je ziet het grootste cruise ship, geloof ik, ter wereld. Ja. En waarom zijn die drie met elkaar verbonden? En hoe heb je dat gedaan in die film? Wat ze met elkaar gemeen hebben, is dat ze dus allemaal totaal losstaan van hun omgeving. En dat zijn... Dat zijn de verbindingen tussen de plekken. En ze zijn niet echt rationeel van tevoren... of het is niet rationeel van tevoren bedacht... dat ik zeg maar deze drie locaties bij elkaar ging plaatsen of verbinden. Mm-hmm. Maar het is eigenlijk zo van het ene project in het andere... of het ene locatie naar het andere locatie. En maar vooral... Ja, ik heb op elke plek eigenlijk afgevraagd van... wat is dit? Waar ben ik? En waar kijk ik naar? En om een voorbeeld te geven van het cruiseschip, dat je dus op de zee kan zijn. Dus de zee, ik bedoel de immens grote zee. En dat je die dus niet kan voelen en niet kan zien en niet kan horen. Want je zit op een drijvend dorp, als het ware. Ja, je zit op een echt een monsterschip. Gewoon. Dat, dat is best wel gewoon bizar. En daar zijn heel veel mensen die zeggen dat is kitsch. Een indoor regenwoud is kitsch. Een cruiseschip is kitsch. Iets nagebouwd van Nederland is kitsch. Maar jij zegt toch op een gekke manier was ik hoopvol. Waar zit dan die hoop in? Nou, ja, het hoopvolle was voor mij eigenlijk toch wel de menselijke fantasie. Dus dat je dus naar zo'n nep tropisch regenwoud kan gaan. En met je koffertje, koelboxje en daar dus toch een leuke dag kan hebben. Ja. Dat ik daar gewoon gezinnen heb gezien die gewoon... Dat vond ik dan uiteindelijk, zeg maar, het hele bizarre hoopvolle eraan of zo. Ook misschien wel weer die mensen, die maakbaarheid. Dus dat mensen zich dus wel ook echt aanpassen. En daar, ja, je hebt echt gewoon een hele grote papieren horizon. En als je, zeg maar, kan het, ja, als je, zeg maar, een beetje zo je ogen samenknijpt, dan met een beetje veel fantasie, ja, kan je je wel ergens anders wanen. Ja. Dat vond ik dus wel... dat had ook wel een schoonheid. Daar zijn mensen dus toe in staat om zich ergens anders te wanen... of gelukkig te zijn met wat ze aangeboden krijgen daar. Ja. Ja, en ja, ik weet niet. Voor mij was dat op een hele vreemde manier dat ik niet verwacht eigenlijk. En ja, er zijn heel veel dingen waar ik ook wel... Ik kan even het juiste woord niet vinden, maar waar ik ook wel hele tegenstrijdige gevoelens bij heb. Mm-hmm. Maar ik heb uiteindelijk wel gevonden wat ik, of in ieder geval het werk heeft wel... Ik heb gevonden wat ik van die locaties wilde eigenlijk. En ja, en wat is dat? Ja, dat is ook nog niet zo 1, 2, 3 makkelijk om uit te leggen. Maar ik denk, hè, en er is natuurlijk altijd weer een heel groot verschil tussen het praten over je werk en het naar mijn werk kijken. Zeker. En het zelfs ook maken. En er zijn, dat moet ik misschien ook even vertellen, denk ik, hele verschillende manieren van werken. We praten nu al best wel lang over één werk. En die heeft een hele specifieke manier van werken. Mm-hmm. Maar ik ben vooral echt naar de architectuur gaan kijken. En daar ook toch wel een beetje doorheen proberen te zien waarom deze plekken bestaan eigenlijk. Waarom mensen hier naartoe trekken. Wie, wat... Ja,
ik kom er even niet helemaal uit om het goed onder woorden te brengen. Even kijken, dus ik heb die installatie gezien. Hè? Dan zie ik echt immense rijen bijvoorbeeld bij het cruiseschip van kajuiten. Ja. Maar echt heel veel, echt een mega raster. Hoe zie je dan aan die architectuur wat daar gebeurt of wat daar de bedoeling van is? Nou, dat is een heel mooi beeld. Kijk, iedereen kijkt vanuit zijn balkonnetje naar de oceaan. Maar iedereen heeft net een ander perspectief. Dat vind ik er heel mooi aan. Dus je hebt zo'n immens beeld met allemaal kleine hokjes. Met allemaal hetzelfde tafeltje, allemaal hetzelfde stoeltje. En en je ziet dus niet van elkaar dat er zoveel mensen diezelfde richting opkijken. Je ziet je buren niet en je ziet je benedenburen ook niet. Dus het voelt uniek. Ja, ik weet niet. Ik vond het gewoon een mooie gedachte. Ja. Dus dat zijn ook, zijn natuurlijk die drie plekken die verbonden zijn. En ik heb het op een bepaalde manier gefilmd. Dus dat is allemaal van statief gefilmd. En heel erg zit een bepaald ritme en compositie in. En dat gaat vooral heel erg over de architectuur en hoe die mensen zich bewegen in die architectuur. En ik heb er heel bewust voor gekozen om, zeg maar, die. Dat zijn van die woorden die worden te vaak gebruikt. Maar goed, dat je zelf niet zo goed weet waar je bent, dat heb ik heel erg in de montage proberen te gebruiken. Dus dat de kijker ook niet zo goed weet waarnaar die kijkt. Doordat ik het niet helemaal. Doordat ik niet helemaal uitzoom. Waardoor je dus wel elementen ziet die niet helemaal bij elkaar kloppen. Zoals je ziet. Het Amsterdam Centraal Station, maar met een berg. Wat natuurlijk niet kan. In ieder geval voor ons niet. Ja. Dat is gewoon. Maar ja, je ziet ook niet. De rest zie je dus eigenlijk niet. Dus het is ook een beetje die vervreemding van waar zit ik nu precies naar te kijken. En het maakte voor mij wat dat betreft. Ja, ik had heel erg bij. Omdat ze dus zo losstaan van hun omgeving. Dat element was belangrijk dat het daar ook terug in kwam. Ja. Het zijn ook een soort lege ruimtes die met projecties gevuld kunnen worden, volgens mij. Dus als je denkt, ik ga op een cruise, dan ziet iedereen een fantastische strandvakantie voor zich. En weer een ander die wil gewoon weg zijn van zijn omgeving bijvoorbeeld of zo. Dus ik zag in al die hokjes ook een soort van. Iedereen komt daar met zijn eigen projectie. Het is anoniem genoeg om je eigen projectie daarop uit te storten. Ja. En toch daar goede 2 weken te hebben of zo. Ja. Maar goed, dat was tot zover mijn observaties. Een andere plek die heel erg wordt ingevuld door die menselijke gedragingen is de zaal die jij hebt gefilmd uit jouw jeugd, waar je jezelf geturnd hebt op hoog niveau. Atletiek. Oh, atletiek. Ja. Ik ben er niet in thuis, maar dat is het verschil. Ja, ja. Nee, dat klopt. Dat is een ruimte. De film begon eigenlijk met een bepaalde ervaring, zoals heel veel werken eigenlijk beginnen met een ervaring, eigenlijk allemaal. En ik heb heel lang inderdaad geatletiekt. En hadden we zo'n kantine. En toen hadden mijn ouders de kantine afgehuurd voor een feestje. En het was heel vreemd, want dat is de ruimte waar ik gewoon sportte met mijn vrienden. En in één keer stond mijn familie daar en hadden ze, zeg maar, de setting een beetje aangepast. Ja, weet je wel, wat je doet als je een feestje hebt. Maar ik kon zeg maar die afspraak niet maken, omdat ik gewoon zoiets had van, ja, maar dit is gewoon mijn sportzaal, weet je wel. Dit is niet, ik kan nu niet even omschakelen in een soort feeststemming, omdat, ja, dat lukte gewoon niet zo goed. Om, zeg maar, die illusie die dan even daar creëert met elkaar, zo van, of in ieder geval gemoedstoestand, of hoe je het, ik zie het heel erg als een afspraak. Zo van, dit is nu de feestlocatie in plaats van de atletieklocatie. Ja, of zo van, wij komen hier samen met elkaar en wij gaan feest vieren. En dat is toch iets wat je met elkaar afspreekt. En dat weet je allemaal, dat zijn allemaal van die ongeschreven regels. Dat snap je, dat je dan zo moet gedragen. Ja. Gedraag je dus anders dan als je gaat sporten. En vanuit dat, ik weet niet hoe het eigenlijk zo samenkwam. Dat kan ik nu even niet meer terughalen. Maar dat kwam op een gegeven moment weer omhoog. Dat ik dacht van, die transformatie van zo'n ruimte. Toen ben ik gaan kijken naar een sportzaal die eigenlijk multifunctioneel gebruikt werd. En om die transformaties van die ruimte te filmen. En dat heb ik gevonden in Oud-Alblasserdam. Een zaal die er voor henna-parties gebruikt wordt en voor memorials en Sinterklaasfeestjes, maar ook voor aerobic klassen.
En wat zegt zo'n verhaal, denk je, over de mensen die dat gebruiken? Of ik heb het idee dat er een soort van betekenis achter zit, of dat je iets bloot kan leggen over systemen of over inderdaad afspraken, rituelen die we met elkaar maken. Ja. Is dat waar je naar op zoek bent als je zoiets zo filmt? Ja, ik was de gedachte dat de ruimte dus continu transformeert. Dat was iets wat ik waar ik een film over wilde maken. En dat de ruimte blijft eigenlijk hetzelfde, maar wat de mensen met die ruimte doen, verandert iedere keer. Ja. En het is heel mooi. Ik weet niet of jij dat ook hebt gehad op je basisschool. Want het was zo'n, zeg maar, gymzaal waar je dus die klimrekken had aan de muur. En daar hadden ze dus van die gordijnen voor gehangen. En ja, dat vond ik ook een. Dan moest ik ook heel. Ik weet, op een of andere vond ik het ook heel symbolisch, omdat je dus iedereen weet dat achter die gordijnen die klimrekken zitten. Ja. Maar toch moeten die gordijnen even dicht. Dus dat. Ja, ik, op een of andere manier vond ik die plek en hoe mensen zich daar, zeg maar, die plek transformeren, vond ik iets heel. Menselijk, hoe we dat doen en hoe we dat afspreken met elkaar. En inderdaad, welke. Ja, dat je van. Ene avond dat mensen inderdaad heel verdrietig zijn omdat er omdat mensen herdacht worden en omdat er geld ingezameld wordt voor het kankerfonds en dan de volgende dag staan er gewoon een hele groep vrouwen te aerobica. Ja. En dat zijn soms ook dezelfde vrouwen, omdat het is echt, dat is natuurlijk nog heel erg een soort community based plek. Ja. En wat is daar dan? Wat is eigenlijk een vergelijkbare functie? Dus mensen kunnen zich inbeelden of kunnen blijkbaar die omgeving vergeten of gewoon naar hun hand zetten. Ja. Dat vind je er zo mooi aan. Ja. Ja, het gegeven dat, nou ja, teruggaan ook op mijn ervaring, dat het dus toch ook een afspraak is, ja. Die je met elkaar maakt. Was het iets waar ik heel graag een film over wilde maken. En als het ware gewoon dat je als dat, zeg maar, de film even de muren zouden worden van die ruimte. En ja, dat die ruimte dat allemaal toelaat, dat mensen daar komen. En ja, ik vond het ook bijna een soort van personage worden. Zo'n personage dat heel ruimhartig iedereen maar gebruik van zich laat maken. Ja, en nu is het gesloopt. Nou, dat is wel jammer. Dat is tragisch. Ja. Ja. En hoe kan het dan, weet je dat ondertussen, dat jij zelf niet mee wilde gaan in de initiële ervaring, dat je zei van, nou, dit is gewoon mijn gymruimte en hier gaan we niet ineens een feestje van maken. Weet je waar dat blokkeerde? Omdat het voor mij een ruimte was waar ik sportte. Mm-hmm. Dus ik vond het heel vreemd eigenlijk. Maar ik denk dat iedereen wel die twee doelen kent. Dat iedereen snapt, oké, we staan eigenlijk in een gymruimte, maar we voor nu accepteren we die afspraak. Maar jij zei, ik kon dat niet of ik wilde dat niet. Weet je waarom dat is? Ik was er sowieso heel veel. Dus dat, ik denk dat dat ook een verschil is. Nou ja. Ik leefde daar zowat. Ik vond het gewoon echt heel vreemd. Dat mensen daar in één keer, zeg maar, gewoon stonden te dansen. Ja. Want dat vond ik gewoon gek. En daar was ik nog veel meer mee bezig. Dan ben je al, zeg maar, eigenlijk, dan sta je er al een beetje buiten. Dus het lijkt me evolutionair gezien heel handig van mensen, dat we ons zo snel kunnen aanpassen. Ja. Zou het zo kunnen zijn dat mensen die naar zo'n tropisch regenwoud gaan, indoor, dat de echte overlevers zijn van onze menssoort? En dat als je niet aan die afspraak mee kan doen, dat je dan blijkbaar Wie weet. Achtergelaten wordt. Dat is ook wel weer heel hoopvol, ja. Toch, ja. Nee, klopt. Ik weet het niet. Het zou kunnen. Dat is een mooie gedachte, ja. En je hebt ook wel eens ergens gezegd, mijn focus ligt eigenlijk op handelingen tussen mensen die we in het gewone leven uitvoeren. Ja. Daar hebben we net twee voorbeelden van gezien. Maar wat zijn nog andere dingen die je dan interesseren? Ik zit nu nog vooral even te denken aan het gewone. Want dat is natuurlijk altijd ook zo'n woord waar je dan even bij stil blijft staan. Omdat als ik dat probeer te ontleden. Het is misschien ook die acceptatie van je doet iets en op een gegeven moment doe je het zo vaak dat je dat als gewoon of dat je dat accepteert. En dat je dat, dus dat is misschien even het ontleden van het gewone. Mm. En dan kan ik naar een werk wat ik heel recent gemaakt heb. En daar heb ik een boom gefilmd die op een aanhanger staat en verplaatst wordt. En dat is ook iets wat niet
iets wat we gewoon doen. Hè? Dat doen we met bomen. We verplaatsen ze als ze in de weg staan. Of als ze ergens anders... ja, ik weet niet. Als we besluiten om ergens een weg te maken... waar een beetje bomen omheen moeten staan of een park. Dus dat is niet iets heel ongebruikelijks. Mm-hmm. Maar toch is het ook heel erg... nou ja, het vreemd is weer... Maar toch is het ook een actie die toch waar je toch ook wel even stil kan, bij kan staan... en kan afvragen van, maar waarom voel je nou zeg maar gemachtigd om dat te doen? Om het met die boom uit te halen? Ja. Om hem 20 kilometer verderop te zetten? Ja, omdat het toch ook wel een... ja, het is toch ook wel iets om gewoon een boom uit de grond te trekken... en te zeggen van, we zetten hem ergens anders neer. Of we... Dus in zoverre ben ik daar... Nou, in ieder geval, ik heb het vaker gezien. En altijd bleef ik er wel even bij stilstaan. Dat ik dacht van, wat is er toch iets? Er is iets wat me gewoon fundamenteel... wat ik heel erg vreemd vind aan het beeld wat ik nu zie. Ja. En boom is natuurlijk heel symbolisch. En ook in onze taal van gewortelde boom. En ja, en een boom kan natuurlijk niet rijden uit zichzelf. Dus... wat dat betreft was het voor mij heel erg een beeld waar gewoon heel veel ook samenkwam. En een boom kan niet rijden, daarmee bedoel je misschien helpen we de boom wel door hem te verplaatsen? Of er is geen andere optie dan dat? Ja, nee, dat hij uit zichzelf nooit zichzelf op die manier zou verplaatsen. Nee. Dat bedoel ik met... Zo. Waarom het fundamenteel vreemd blijft als je een boom ziet rijden. Ja, omdat dat is hij waar. Dat nooit uit zichzelf zou kunnen doen. Nee. En... Ja, dat zijn natuurlijk met heel veel dingen zo. Die komt, maar dat valt me misschien dan niet meer op. Maar dit viel me nog steeds op. Dat ik toch dacht van, het is toch iets heel raars om dat zo voorbij te zien komen. Ja, en dat kun je dus eigenlijk als symbool zien voor de mens die zijn omgeving oppakt en inricht zoals die dat wil. Ja. En tegelijkertijd, zoals ik in de inleiding al zei, heb jij vaak het thema dat we ook onderdeel willen zijn van die natuur. En in evenwicht willen zijn ons daar bescheiden in willen opstellen. Dat contrast tussen die twee. Nou ja, ik denk dat je... Of in ieder geval... het mens zijn... om daar maar even... over te hebben. In mezelf... ervaar ik vaak... een tegenstrijdigheid. Dat je aan de ene kant... voel je compassie voor iets. Dus je houdt van je tuin... en je houdt van alle... en je houdt van al je planten in huis... En aan de andere kant ben je ook diegene die hem dus ook geen water meer kan geven. En dan gaat hij dood. Omdat je ook de omgeving zo afhankelijk gemaakt hebt. Dus die eigenlijk die compassie aan de ene kant. Mm-hmm. En het domineren aan de andere kant eigenlijk. Dus dat, die twee die vind ik, die zitten ook in mijzelf. En dat ervaar ik zelf ook. En ik denk dat ik daar... in mijn werk ook naar op zoek ben. Omdat het is voor mij niet het een of het ander. Het komt wel samen. Om dan naar een ander werk te gaan is de If You Go Down to the Woods Today. En dat is een film die is opgenomen in Brabant. En je noemde hem net ook al even. Dat is een man die al 26 jaar met zijn bruine beer woont en... In 2015 is er een wet gekomen dat je dus niet meer met wilde dieren mag optreden. En aan de ene kant zorgt hij dus elke dag voor zijn bruine beer. En aan de andere kant houdt hij hem ook gevangen. Ik bedoel, dat is ook iets... er zit ook weer die compassie en aan de andere kant die overheersing. Die vallen daar ook heel erg in samen. Ja. En probeer je dan om... Om beide kanten van die medaille te laten zien eigenlijk in zo'n film? Of probeer je ons überhaupt over dat thema te laten nadenken? Wat hoop je dat zo'n film kan doen? Ja, ik denk dat ik heb heel veel hoop wat mijn werk zou kunnen doen. Dat is heel goed. Ja. Maar dat is ook wel heel erg speculeren. Het is niet speculeren als je het vanuit je eigen perspectief beredeneert. Dus wat jij hoopt dat het zou doen. Ja, ik hoop natuurlijk dat het dingen aanraakt in mensen. Die het in mij ook aanraakt als ik er naar kijk. Of als ik het zie. Of als ik erover nadenk. En dan is dit één lijn, zeg maar. Ja. Dus dat je... Kijk, dit is misschien wel een hele persoonlijke motivatie... waaruit ik werk maak. En dan zijn er toch ook gewoon andere dingen die ik heel interessant vind, inderdaad.
Maar ik heb zeker de hoop dat dat overkomt. Dus en wat trof je zo aan dit beeld van die man? Er zit nog aan een riempje, geloof ik, hè, die beer? Ja. Wordt uitgelaten? Ja, meerdere dingen. De riem is meer symbolisch. Nou, aan de ene kant trof me toch ook wel hun vriendschap. Omdat ze dus echt al 26 jaar samen zijn en ook wel heel erg vervlochten. En ook, het is één lange take en ze spelen samen. En ze veranderen ook iedere keer van rol. En het is natuurlijk heel erg de vraag van als nou een man en een bruine beer samen spelen, wie is dan wie? Want dat is de functie van spel, dat je dus uit je rol kan stappen. Als dominant mannetje of vrouwtje kan je even uit je rol stappen en kan je daardoor die jongere dieren iets leren. Maar als dus een mens en een bruine beer samen spelen, wie stapt dan uit welke rol en wie wat? En die rollen, maar ook qua dominantie, verandert die ook een beetje voor mij. En waardoor je dus verschillende emoties hebt terwijl je naar het werk kijkt. In ieder geval ik. Ja. Waardoor dus ook dus het oordeel van wordt daardoor ook een beetje troebel. Omdat je er niet ook op één manier naar kan oordelen. Plus dat je nog met alle verwachtingen zit natuurlijk. Je hebt ook het beeld van een man die zijn hond uitlaat. Of van klopt. Inderdaad, die zielige circusbeer die wiens poten verbrand worden om op te treden bijvoorbeeld. Ja, ook. Ja, en dat is iets waar ik ook inderdaad mee met die verwachting. Dat zit ook allemaal in dit werk. Dus dat je natuurlijk kijkt naar een beeld en je verwacht dat het een man met een hond is. En het is uiteindelijk een man met een beer. En dat is wel een belangrijk onderdeel. Maar dat is niet echt waar de film over gaat. Het is meer eigenlijk de onderlinge verhouding gaat het eigenlijk meer. Ja, ik hoop in ieder geval om mensen dan wel dat je echt even kijkt. Ja, je echt even kijkt, waar kijk ik naar? Ayuna, als we die vraag aan jou stellen, waar kijk je naar? Wat ligt er voor je? Pak de microfoon erbij als je wil. Hallo. Hi, hoe ben je begonnen? Ik ben begonnen met het verhaal dat ze vertelde over Freddy. Freddy, ja, dat moeten we even vertellen, want stonden de microfoons nog niet aan. Maar je bent een hond tegengekomen, een hele dikke hond met scheve poten. Oh, vat ik het zo goed samen? Ja, zo vertelde hij het. Je hebt een Freddy gedoopt, maar hij wordt inmiddels opgehaald, hè? Ik hoop niet dat Freddy ook naar de radio luistert nu, want hij zit als his master's voice, het hondje zit hij voor de grammofoon, denk ik. Hij wordt door de dierenambulance opgehaald, hè? Nee, ik heb hem zelf naar het asiel gebracht. Oh, je hebt hem naar het asiel gebracht. Ja, maar je hebt tijdelijk een hond gehad die Freddy heet. Ja, ik weet niet hoe die heet dus. Ik heb hem Freddy Freeloader genoemd. Maar omdat hij dus, toen ik hem gevonden had, had ik hem wat eten gegeven en water. En toen begon hij gelijk heel hard te snurken. Ah. Dus was hij helemaal ontspannen. En het ziet van oké. Precies wat ik nodig had. Ja, okay. En jij hebt Freddy op het papier gezet. Ja, ik maak illustraties. En mijn verhaal is met Freddy begonnen. En even denken hoor. Wat is je vraag? Okay. Wat staat er verder nog op het papier? Wat staat er om Freddy heen? Ik maak illustratie aan de hand van Inge's verhalen. Mm-hmm. En ik kies bepaalde fragmenten uit. En dan zet ik dat op papier. En het zijn heel schattige kartontekeningetjes met lugubre ondertoon. Dat is altijd goed. Welke scènes heb je eruit gepikt uit het verhaal? Nou, eerst met Freddy en dan de man en his beer. Over ook de verhalen over de schepen. Die komt er nog bij. Ah, een typische cruiseschipbewoner heb jij afgebeeld. Ja, okay. En de tijd dat je aan het turnen was en Arabiek zat. Was het nou turnen of Arabiek? Atletiek. Atletiek. Het blijft een mysterie. En ook dat aangemaakte tropische oor. Moet er allemaal nog duidelijk. Moet er allemaal nog inkomen. Yeah. Super. Nou, ga lekker door. Dankjewel. En ga dus naar de Facebook als je wil zien hoe dat hier voor je ogen ontstaat. Inge, jij zit, jouw werk zit op de grens van documentaire, beeldende kunst en cinema. Heb je ook wel eens gedacht, ik blijf gewoon bij documentaire? Ik ga alleen maar registreren? Ja, je kan nog steeds alleen maar registreren, maar dan maak je ook keuzes in wat je dan uit die registratie laat zien. Ja. Dus dat is natuurlijk
een, ik wil niet zeggen eeuwenoude discussie van wat is documentair, maar ik ben uiteindelijk wel, ik heb voor de laatste twee werken heb ik ook met een cameravrouw gewerkt. En ja, dat was een ontzettend fijne ervaring om met iemand te werken die, ja, die gewoon echt heel goed kan filmen. Dus wat dat betreft, ja, is dat ook wel ontwikkeld. Mm-hmm. Ik ben misschien, omdat als kunststudent word je natuurlijk niet opgeleid als, als filmmaker. Nee. Dus het technische, sorry, het technische verhaal, ja, moet je eigenlijk een beetje zelf, ja, ondervinden eigenlijk. Mm-hmm. Dus dat begint dan misschien best wel basic. En gaandeweg, ja, heb ik daarin dingen ontdekt die ik fijn vind of goed vind werken of niet goed vind werken. En wat maakt nou eigenlijk dat jouw werk meer richting cinema bijvoorbeeld ook gaat? Of dat het ook dat aspect in zich heeft? Waarom die keuze? Bijvoorbeeld de boom op de aanhanger is natuurlijk niet iets wat je, waar je langs rijdt en denkt camera aan. Dat is allemaal geanceneerd. Ja. Wat maakt dat je dat wil doen? Ja, om toch het beeld, het beeld gewoon te verfijnen eigenlijk. Om, er zijn in ieder geval, in zoverre werk ik nog steeds deels documentair. Of nou ja, laten we het even documentair noemen. Omdat ik nog steeds met het element werk. Nou ja, als ik even denk aan de afgelopen twee films, waar ik dus met een cameravrouw gewerkt heb. Je werkt toe naar een filmdag en je bereidt het helemaal goed voor en je gaat een keer testen. En nou, iedereen komt samen op die dag, geluidsman, cameravrouw. Maar ja, kan het ook in één keer regenen? Of ik weet het niet. Er kan van alles ook nog gebeuren op dat moment. Mm-hmm. En dat laat ik dan ook wel zo zijn. Dus dat accepteer ik dan ook, dat zo is. Zo is bijvoorbeeld de film met de boom echt op een hele mooie zonnige dag gefilmd. Terwijl toen we gingen testfilmen was het echt super bewolkt. En dat vond ik ook ontzettend mooi. En ja, ik werk redelijk met beperkte budgetten, omdat ik daardoor wel flexibel kan blijven. Dus het is dan ook wel, als ik iedereen zeg maar op die dag heb samengebracht, dat ik ook niet meer kan zeggen van jongens, we doen het volgende week. Ja. Ja. Dus dan is dat ook zo. En dat is ook wel fijn om op een bepaalde manier zeg maar die controle heel erg te willen en op een andere manier het ook weer los te kunnen laten. Het is ook fijn om, dat merk ik ook, dat ik steeds meer ga samenwerken en ben gaan samenwerken. En dat is ook een onderdeel daarvan. Dat heeft ook aan de ene kant zeg maar met iets, ja. En ja, dus ook wat het loslaten is ook een belangrijk element in samenwerking. Ja. En dat, het laten gebeuren, dus inderdaad, zoals je, ja, zoals, ja, je zei. Het, ja, lijkt me ook heel lekker als je inderdaad wel dingen inscenereert. Dat je bent ook een beetje, als kunstenaar ben je natuurlijk sowieso een soort god. Je bent zelf aan het beschikken over dingen en je hebt macht over het hele verhaal. In die zin helemaal in lijn met de mens die zijn natuur ook een beetje natuurlijk wil scheppen en zijn omgeving onder controle wil hebben. Het is een pijnlijke observatie. Nou, ik weet niet of het slecht is. Nee, ja, nee. Dat weet ik ook niet. Ja, maar het voor God spelen inderdaad. Ja, ja en nee. Ik denk, ik ben ook wel heel erg bewust voor van de dingen die ik niet kan. Zoals? Zoals een hele goede cameravrouw zijn. Mm-hmm. Nee, in zoverre, ik weet niet of het een hele goede vergelijking is, maar ja, het element van loslaten is een belangrijk onderdeel ook om ja, zelf ook te leren van het werk. Ja, denk ik. Ja, zeker. Dus eigenlijk is het ook een soort van onderzoek voor jouzelf nog. Ja, je zou kunnen denken, het is helemaal uitgedacht en het hoeft alleen maar gedraaid te worden. Ja, maar dat is het niet. En dat is misschien ook wel, ik bedoel, ik moet er straks even over nadenken, maar het is denk ik ook wel een element waar ik nog veel in te ontdekken heb. In aankomend werk wil ik in ieder geval met acteurs gaan werken, dus dat is dan weer een andere. Dan is eigenlijk de setting is wel documentair, maar dan zijn er acteurs. En daar kan je natuurlijk ook eens ook weer heel erg hoe je met acteurs omgaat. Dus dat is weer een hele nieuwe fase eigenlijk. Ja, moet je ze regisseren. Ja, dan moet ik ze regisseren, maar wellicht gaan we dat ook samen doen. Dus dat is ook iets, ja, dat is weer een volgende stap eigenlijk
In de laatste maanden van jouw Rijksacademieperiode heb je ook werken gemaakt over de planten die in het Stedelijk Museum te zien zijn geweest sinds de Tweede Wereldoorlog. Af en toe waren die er, af en toe niet. Ja. Hoe daarmee omgegaan is. Waarom ben je daarmee? Waarom ben je daar zo gefascineerd door geraakt? Wat zegt dat gebruik van planten? Ja, dat zegt heel veel, het gebruik van planten. En ook weer voor in ieder geval, het is ook weer zo'n gebied waar je er ook heel veel voor over kan zeggen en het ook misschien niet helemaal precies kan weten. Omdat er zijn, ik heb het over van 1945 tot 1983. Er zijn daarvoor ook wel planten geweest in het museum. Het komt iets uit het Parijs Salon, waar dus palmen werden gebruikt. En, maar die plant die is dus echt onderdeel van de zaalinrichting van de expositie. En die heeft de museumdirecteur, het waren vooral mannen, daar neergezet. Of de curator, en dat waren ook vaak mannen. Moet toch even gezegd worden. Waarom is dat belangrijk? Nou, omdat er gewoon nog steeds meer vrouwen... Ja. Oké, duidelijk. En ja. Ik heel veel in het archief gewerkt heb van het Stedelijk Museum. Dat er alleen maar... Nou, alleen, dat is een klein beetje chargeren. Maar heel veel mannelijke kunstenaars. En ja, het is echt een enorme mannenwereld. Ja, ja, nee, dat staat vast. Dat is, ja. Dat is waar. Dat is misschien wel het verleden, maar misschien ook nog deels het heden. Mm-hmm. En nou ja, die plant is daar dus neergezet. En die staat daar dus naast de moderne kunst. En het is... Ergens is het ook een... Is het niet helemaal te begrijpen. Want in 1938 werd het museum wit geschilderd. En ja, moesten de meeste ornamenten... Het moest neutraler worden. En op een gegeven moment komen er dan planten in het museum. Dus ja, hoe valt dat te rijmen? Ik heb veel gesprekken nu met de oud-medewerkers van het Stedelijk. En deze vragen stel ik hun ook, van hoe hun dat zien. En er is nooit echt eenduidig antwoord op. Er is wel heel veel cirkelt er rond Willem Sandberg. Dat hij het in het museum heeft gebracht ter verlevering van het museum. Misschien werd het te steriel. Ja, het is mooi om na te denken over die planten, want ze zijn echt een onderdeel geweest van het museum. En ze worden dus iedere keer verplaatst in de exposities. Dus ze groeien ook echt in het museum. En ja, dat kan ik dus traceren door naar die tentoonstellingsfoto's te kijken. En dan is er dus ook een meneer geweest, meneer H.J. van der Ham. En die heeft, Willem Sandberg heeft hem aangespoord om een cursus te gaan doen voor de planten. Om die te kunnen verzorgen. En dan heeft hij dat in 1961, 62 gedaan. Dus net eigenlijk voordat Sandberg stopt in het museum. En ja, die heeft dus de zorg van de planten op zich genomen. En daar heb ik al vrij vroeg in het onderzoek heb ik daar mooie documenten van gevonden. En ja, ik ben ook wel heel erg gaan fantaseren over hoe hij dan die plant verzorgde. En hoe die door het museum heen liep met zijn gieter. En het is gewoon een heel... het is aan de ene kant... het is voor mij echt een ontdekking geweest. Omdat ik zelf... Ik ben in 1986 geboren en toen waren de planten er al niet meer. En het is ook een beetje vanuit de wetendheid dat ik nu het moeilijk voor te stellen vind dat er dus planten zouden zijn in het museum die onderdeel zijn van het museum. Mm. En die dus... zoals het bankje of zo. Ja, ik weet niet. Het is, de kunst is gewoon ook heel erg... Het laat heel erg een verandering zien eigenlijk. Maar je zou ook kunnen denken, ja, wat maakt nou uit of er een plant staat? Maar wat is er zo interessant aan die planten? Om daar helemaal in te gaan duiken. Ja. Je moet echt naar de foto's kijken. Dan kan je... Omschrijf het eens. Wat zien we op die foto's? Ja, je ziet dus bijvoorbeeld het werk van Picasso. Of Mondriaan. Of gewoon echt grootheden uit de moderne kunst. En dan staat er dus een hele grote gatenplant naast. Of soms staan er ook wel planten naast die gewoon best wel een beetje zielig zijn. Of soms zie je een foto waar de plant letterlijk naar het licht toe groeit. En er zijn heel, heel, heel veel foto's. Maar er is dus, ik heb gezocht naar de combinatie van dus de moderne kunst, de plant en het museum.
En door... Kijk, de plant is natuurlijk absoluut niet in elke tentoonstelling aanwezig geweest. Maar door gewoon alleen maar die selectie te maken... wil ik eigenlijk naar een deel van de geschiedenis van het Stedelijk Museum kijken. We zijn natuurlijk heel gewend om naar de kunst te kijken... als we dus naar de geschiedenis van het museum kijken. En ik wil dus naar die planten kijken. Natuurlijk wel in combinatie met de moderne kunst. Maar waarom is dat? Is dat omdat zij een gesprek aangaan? Of zegt het iets over hoe we met kunst omgaan? Ja, het zegt eigenlijk iets over hoe wij veranderen. Want nu zijn er geen planten meer en dat accepteren we. En toen waren er planten en vonden we dat ook eigenlijk, accepteerden we dat ook. Mm-hmm. En dat, ik denk dat dat het meer is. Dus dat er iets veranderd is waar we dus ook weer, ja, het geeft heel erg weer, voor mij geeft het deels heel erg weer waar we nu staan en geeft het iets weer over waar we toen stonden. En omschrijf het verschil is, wat is er dan veranderd aan ons? Nou, wat een heel mooi voorbeeld is dat als je het stedelijk, de oude ingang hebt en je gaat de trap omhoog, heb je zo'n balustrade. Mm-hmm. En daar stonden allemaal varentjes, best wel vaak. Echt van, en iedereen die het nu ziet zegt, oh, levensgevaarlijk. Dit is echt levensgevaarlijk, want je kan er tegenaan leunen en het potje kan vallen met het plantje en iemand kan er lopen en... Nou, en toen is het gewoon heel veel gedaan. Ja. En daarin zie je gewoon dat we toch anders zijn gaan nadenken over... ja, vind ik heel fascinerend eigenlijk. Dat het toen dus niet gevaarlijk was en nu wel. Okay. Dat we dat ons niet meer veroorloven om daar iets neer te zetten. Want, en nog zo'n verandering? Ja, de planten zelf natuurlijk gewoon. Ik bedoel, als we maar nu... over ons, hè? Dus onze omgang met planten, ja. Wat heeft, hoe nou heeft ja, dat ons? Als we nu een kunstwerk zien en daar staat een plant, dan weet je dat de plant onderdeel is van het kunstwerk. En als je dus naar de foto's kijkt, de overzichtfoto's van het verleden, waar de planten dus onderdeel waren van de zaalinrichting, is dat dus niet zo. Ja. En er zijn veel kunstenaars, bijvoorbeeld de eerste tentoonstelling is van Werkman. Nou, dan is Werkman net voor het einde van de Tweede Wereldoorlog gefusilleerd. Dus die is overleden. En staat er wel een plant. Echt soms ook letterlijk tegen het werk aan. Dus de kunstenaar heeft die keuze niet kunnen maken. Of die daar wel of niet zo geplaatst moet worden. Ja. Dus dat is ook een verandering Ja, waarin dat ook weergegeven wordt. En is dan de verandering dat de kunstenaar belangrijker is geworden? Of de autonomie van het werk belangrijker is geworden? Of dat de curator minder belangrijk is geworden? Of is het sterieler en Ja, ik weet niet. Dat vind ik wel moeilijk om daar zo heel direct antwoord op te geven. Dit is natuurlijk ook... Ik wil me niet verschuilen achter iets, maar soms... Het antwoorden geven op die vragen. Ik stel die vragen nu ook aan veel mensen. En krijg er ook niet echt een eenduidig antwoord op. En het is misschien ook niet eens het allerbelangrijkste. Natuurlijk, kijk, ruimte is veel belangrijker geworden voor kunstenaars. De kunst heeft een hele verandering doorgemaakt. Maar ik vind het mooi dat er eigenlijk in zoiets ogenschijnlijk simpels... dat eigenlijk... dat kan illustreren. Ja, dat er een verhaal in kan zitten. Ja. Of een beschouwing. Ja. Is dan eigenlijk... zijn deze planten hetzelfde soort personage als die zaal een personage kan zijn? Dat je vanuit dat blik naar de mens kijkt? Ja. En wat die allemaal uitspookt? Ik denk het wel, ja. Er zijn ook... Wat is ook zo mooi. Er zijn ook mensen geweest die planten gedoneerd hebben aan het museum. En dan schrijft de directeur dus een bedankbrief... voor het doneren van deze mooie, fraaie plant. Maar dan zijn het bijna kunstobjecten die geschonken worden. Ja, ik denk dat als je een plant hebt en hij wordt te groot... of je gaat verhuizen, of wat doe je er dan mee? Je kan hem ook niet echt bij het grof vuil zetten. En waarschijnlijk wisten mensen dus dat er planten waren. En dachten van, nou, dan doneren we het aan het Stedelijk Museum. Voor de plantencollectie. En daarom het project... De titel is ook in het Engels dan The Plant Collection. Omdat ik ook wel van een collectie wil spreken. Omdat de planten dus echt voor langere tijd aanwezig zijn geweest in het museum. En echt onderdeel geweest zijn van het museum. Omdat ze dus iedere keer verplaatst werden. Denk je dat ze ooit nog terug gaan komen? Wie weet. Ja, laatst stuurde iemand me een foto van een plantje in het Stedelijk Museum.
Wat ook nog een hele mooie anekdote is, dat Elisabeth Pracht, restaurateur van het Stedelijk. Ze hebben heel lang een Sanseveria gehad op de, in de werkomgeving. En toen het Stedelijk verbouwd werd, toen moest ze natuurlijk verhuizen. Uiteindelijk verhuisde ze weer terug. En toen was er een, zij noemt het iets van art handling. Maar dat er dus was een policy dat er dus ook op de werkplaats geen planten meer mochten. En dat heeft ook te maken met het reguleren van het klimaat. En dat had ze op zich niet zo nauw genomen, want die plant was er altijd geweest. En ze waren er ook wel gehecht aan, dus ze hadden hem toch mee teruggenomen. En uiteindelijk mocht het dus echt absoluut niet. En heeft een werknemer dus de plant meegenomen. Die staat nog steeds bij haar thuis. Dus dat zijn, misschien ook om terug te komen op het documentair, wel of niet. Het is misschien een documentair gegeven. Maar door dus mensen te spreken die er geweest zijn in die tijd. En ontdek ik eigenlijk allemaal verbanden. En misschien ook wel weer metaforen. Dat ik het dus heel mooi vind dat er dus nog een plant die ooit onderdeel is geweest van het Stedelijk. Nu nog bij iemand thuis staat. En wie weet, ik wil die heel graag dus in een expositie terugbrengen naar het museum. Ja. Dat lijkt me heel mooi. Ik vind het ook een absurd idee bijna, of tenminste een interessant idee, dat je kunt zeggen, ik doneer mijn plant aan een museum. En dat men daar dan ook blij mee is. Dat geeft ook iets aan hoe benaderbaar zo'n museum blijkbaar is. Ja, en dat de directeur dan een bedankbrief schrijft. Ja. Ik heb er ook wel mee gespeeld om het museum een plant te doneren. Maar ik zag mezelf... soms moet je niet te lang nadenken over dingen. Dan moet je het maar gewoon doen. Maar aan de hand van die donatie dacht ik van... ik kan natuurlijk nu nog steeds een plant doneren. Ja. Dan moet die buiten staan of zo. Ik weet niet hoe ver die komt. Ja, dat is natuurlijk een beetje de vraag. Waar ben je nu mee bezig? Kunnen we al iets van een nieuw project van jou horen? Ja. Ik zit vooral heel erg in dat onderzoek, inderdaad. Ik werk samen met Roger Wilmsen van Roma Publications. Werk aan een boek. En dat komt in 2019 uit. Over deze planten? Ja, ja. Over deze planten en over, over het onderzoek eigenlijk. Ook over de interviews en allemaal dingen die ik tegen ben gekomen. En ik ben ook weer bezig met een nieuwe film. En dat is iets wat nog echt heel erg pril is. Dus dat is ook wel... Is er weer een object in de hoofdrol? Wordt er gekeken vanuit een object? Er wordt wel weer gekeken vanuit een object, ja. Ah, kijk. Dan ben ik al helemaal tevreden. Dan hoef ik niet meer te horen. Dankjewel, Inge. Leuk dat je er was. Ja, graag gedaan. Ayuna, wat is er nog bijgekomen? Oh. Wat er nog bij is gekomen... Haar verhaal over een plant. Ja. Die kon niet ontbreken natuurlijk, ja. In het museum dat er iemand de plant aan het verzorgen was. Uh-huh. Ook over de expositie en het museum. Ja, eigenlijk een heleboel. Ik weet even niet waar ik aan moet beginnen. Wat ik tegen jij heb gezegd, wat niet. Ja. Mooi. En bedenk je dan een soort van scènes daarbij? Of teken je het gewoon? Nee, je verzint wel een verhaal erbij ook nog. Ja, door de verhalen zie ik gelijk een ruimte voor mij. Hoe het er precies uitziet. Wat voor een beweging en dat soort dingen. Ja, super. Ja. Het ziet er heel mooi uit. Ik ga het dadelijk nauwkeurig bestuderen. Als je dat thuis ook wil doen, ga dan naar mrmotley.nl en dan vind je het. Dankjewel, Ayuna. Fijn dat je er was. Dan eindigen we de uitzending met onze partner Voor de Kunst, de website waarop mooie projecten staan die gesteund kunnen worden via crowdfunding. In IJmuiden bouwen ze op dit moment de grootste zeesluis ter wereld en fotograaf Natasja Libbert werd gevraagd door de provincie Noord-Holland om dat vast te leggen. Tot zover de opdracht, maar op een gegeven moment liep dat over in een project voor jezelf, Natasja. Klopt. Waarom? Wat fascineerde je zo aan het onderwerp dat je daarmee verder wilde? Nou ja, ik was daar bezig en het werd eigenlijk een... Ik was daar gewoon de hele tijd mee bezig. Mm-hmm. Dus het idee was dat het een opdracht is. Volg een ontwikkeling binnen de provincie. Dat was dan de bouw van de zeesluis. En toen ik daar kwam, wist ik eigenlijk helemaal niks van sluizen af. Ik kwam ook nergens binnen. Dus het was een heel ontoegankelijk terrein. En de enige manier om daar meer vanaf te weten of meer te kunnen ontdekken was om er gewoon de hele tijd te zijn. Mm-hmm.
Dus ik liep daar eigenlijk heel wanhopig over dat sluizeneiland. Totdat ik steeds meer mensen ontmoette die mij hun wereld lieten zien. En wat is dan een sluizeneiland? Want ik heb echt geen flauw idee. Nou, precies. Ja. Kun je het kort omschrijven? Ja, het sluizeneiland is dus in IJmuiden. Ik was daar zelf ooit één keer geweest. En daar zijn 3 sluizen. En die zijn ooit gemaakt om de passage vanaf de Noordzee naar Amsterdam te leiden. Dus heb je eigenlijk het Noordzeekanaal naar de haven van Amsterdam. Mm-hmm. En daar wordt nu de 4e sluis aangebouwd. Daar kunnen nog grotere schepen in. Precies. Het idee is dat scheepvaart altijd groter, meer, breder, dieper, langer. Dus daar wordt die 4e zeesluis voor gebouwd. En dat wordt dan de grootste ter wereld. Oké. Dus ik begon daar ongelooflijk veel te ontdekken. En tegelijkertijd had ik ook niet echt één richting waar ik op was gegaan. Omdat er zoveel kleine mooie details waren die ik tegenkwam. En zoveel mensen die ik sprak. Dat het heel breed werd. En dat maakte de opdracht voor mij ook wel een beetje troebel. Want ik heb het idee dat zij eigenlijk iets anders wilden dan de kant die ik opging. Op een gegeven moment begon ik mee te varen met schepen en ze zeggen, ja, dit is gewoon veel te groot. Dit wordt veel te mooi en interessant. En daar wil ik veel meer mee dan die termijn die mij aangesteld is door de opdrachtgever. Wat maakte je bijvoorbeeld mee? Je ging volgens mij naar Noorwegen. Ben je meegevaren? Wat is je bijvoorbeeld daar opgevallen? Ik ging allereerst mee op die reis omdat ik ook wilde weten hoe het leven aan boord van een vrachtschip is. Dus het is een hele, in tegenstelling tot wat Inge net vertelde, over zo'n soort entertainmentplek op het water, is dit een hele stille plek. En dan kom je aan we lagen dan in de fjorden, een prachtig natuurgebied. En daar lig je als vrachtschip eigenlijk aan land bij een hele grote berg. En die wordt gewoon de komende 100 jaar uitgehold om steen te vergaren. Mm-hmm. En het idiote daarvan is dat het een heel mooi landschap is. En aan de buitenkant verandert er helemaal niks. Maar aan de binnenkant wordt die berg gewoon helemaal uitgehold. En dat gaat continu door. Dat dag en nacht is die berg wordt vergruisd. Ja. En dat wordt met een soort band in een vrachtschip geladen. En zodra het schip vol is, binnen enkele minuten ga je al van land af. En dan ga je weer terug naar Amsterdam in dit geval. Om die continue aanvoer van grondstoffen te voorzien. En dat is iets wat jij helemaal niet, waar je niet van op de hoogte was en wat je wilde vastleggen? Jawel, ik ben me wel bewust, en dat doe ik ook met een ander project over immigranten in Zuid-Spanje. Ik vind dat de afstand tussen burger en waar je eten of waar je alles om je heen vandaan komt, dat die afstand heel erg groot is. Hmm. Dus we weten dat die dingen, hè, olie, waar dat vandaan komt, het landschap wat je daar aantreft. Nou, dit wist ik niet hoor, die steenwinning. Nee, nou, ik wist ook niet zozeer over deze berg. Ja. Ik vond het ook heel fijn dat ik op een of andere manier daar terecht ben gekomen. Wat was je vraag? Nou, eigenlijk is inderdaad, waarom wilde je dit laten zien? En wat gaan we nog meer zien in het boek? Ja, ik vind het heel belangrijk dat je ziet waar alles vandaan komt. Kijk, ongeveer 90% van alle handel wordt internationaal vervoerd met schepen. Hm. En dat zien we niet. Dus dat is een hele onzichtbare industrie. Terwijl bijna alles om ons heen met schepen aangevoerd wordt. En dat is dus niet alleen de iPad of de containers met sneakers. Maar dat zijn juist die grondstoffen. En als je dus heel eerlijk kijkt naar de manier waarop we leven, dan zou je ook meer inzicht moeten hebben waar het vandaan komt, denk ik. Ja. En dat er zo'n hele onzichtbare industrie is, met alle mensen die werken op schepen of in die scheepvaart. Ik denk dat dat belangrijk is voor het algemeen bewustzijn. En wat zien we dan? Zien we dan alleen maar schepen? Of zoom je in op details? Misschien nog een schip ziet, her en der. Als je mazzel hebt, zie je iedereen in de verte. Ja, nou ja, wat ik heb gedaan is, ik vind dat de scheepvaart wordt vrij traditioneel in beeld gebracht binnen de scheepvaart. Je ziet heel vaak een foto van een schip en dat is het. Hmm. En ik ben eigenlijk ingegaan op het hele kleine binnen een wereld waar alles groot is. Dus ik heb heel erg gekeken naar details in het landschap. Of dat nou is verwoesting op het sluizeneiland omdat ze daar die nieuwe sluis bouwen. Of het feit dat ze bunkers vinden en uit de Tweede Wereldoorlog of explosieven onder water. En ik ben veel meer ingegaan op die details daarin. Ook omdat ik een andere blik wilde werpen op die wereld. En je ziet ook wel foto's van een schip her en der.
misschien ook om een beetje dat romantische beeld te bevestigen. Wat eigenlijk in de rest van het boek helemaal niet bevestigd wordt. Want is het zo romantisch, zoals je je voorstelt, scheepvaart? Het is gewoon industrie. Nee, maar het is wel heel apart dat als je op een schip staat, dat mensen altijd denken dat je ergens heen gaat. Uh-huh. Of dat het fantastisch is of interessant. Dus daar hangt een bepaalde romantiek omheen. Ja, precies. En als ik die vrachtschepen nu in de haven zie liggen, dan heb ik ook ongelooflijk veel behoefte om er weer tussen te zijn of in te blijven werken. En dat doe ik ook wel. Maar er is niks van romantiek. Het is natuurlijk een en al continuïteit en iedere dag hetzelfde. En ze hebben verschillende maaltijden op verschillende dagen, zodat ze aan boord weten dat het vandaag maandag is. Bij wijze van. Om ze niet gek te laten worden van hetzelfde. Ja, bij wijze van. Het uitzicht is natuurlijk ook altijd hetzelfde. Dus je hebt een soort. Je kunt het ook een gevangenis noemen. Dat ze zeggen ook another day in prison. Ja. Dus je hebt in dit geval was het een schip van 250 meter lang. En ja, daar liep ik gewoon rondjes op om 's avonds nog aan lichaamsbeweging te komen. Maar god, je kan nog beter op een cruiseschip zitten. Dus eigenlijk. Dat lijkt mij vreselijk. Oké, dat is wel weer het andere uitstel. Ja. Dankjewel, Natasja. Ga naar voordekunst.nl en waar zoeken we op om je project te vinden? I went looking for a ship. I went looking for a ship. Oké, dankjewel. Succes met de actie. Dank je. Tot zover Kunst is Lang voor deze week. Ga naar mrmotley.nl als je meer informatie wil over het werk van Inge. En dan zie je ook wat Ayuna hier live maakte. Dan zie je Freddy, die hele mooie hond. Dan zie je de planten. Alles in prachtig zwart-wit getekend. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. En dan is Lucas Langlet hier te gast. Heel graag tot volgende week.